Welkom dames en heren bij de eerste episode van mijn microvlinder en nachtvlinder vlog. In deze aflevering laat ik zien wat ik allemaal heb gevonden in de natuur van 2 tot 12 mei ongeveer. Het is een heel lang filmpje geworden, dus hopelijk kunnen jullie een beetje je geduld erbij houden. Vinden jullie het leuk? Ik vond het in ieder geval hartstikke leuk om te filmen. En ja, without further ado, het is al een lang genoeg filmpje. Laten we maar gewoon beginnen. Dus op naar de eerste soort, de eikenprocessierups. Oh, vandaag op de hei, zo veel rupsen op de bomen. Vooral de eikenbomen, de boom der bomen. Zoveel verschillende insecten leven van de eikenboom. En dit hier is de meest beruchte rups van allemaal. De verschrikkelijke eikenprocessierups, waar iedereen jeuk van krijgt. Oh jongens, wat erg. Nou, ze zijn nog hartstikke klein, zoals je ziet. Dit is misschien hun derde vervelling of zo. En ze zijn nog niet kriebelig, als het goed is. Ik ga het niet uitproberen. Maar die haren die ze nu hebben, zijn er alleen nog om het sluipwespen lastiger te maken. Om bijvoorbeeld een eitje op ze te leggen of zo. Schitterend. Ik ben helemaal van mening dat je ze lekker met rust moet laten. Wegzuigen mag nog wel. Daar val je geen andere insecten mee lastig. Maar laat ze gewoon lekker zitten, jongens. Schitterende beestjes. De vlinders zijn ook super leuk. Op naar het volgende beestje. En hier lopen 2 grote wintervlinders. Super leuke spannertjes zijn dat. Ja, super algemeen ook. Je ziet ze overal lopen. De kleuren zijn vaak een beetje variabel, maar deze lijken behoorlijk op elkaar. Kijk, ze gaan met z'n tweetjes. Hartstikke leuk. Hier loopt een mooie kleine voorjaarsspanner. Schitterende spannertjes zijn dat. Oh, ja, moet wel in de schaduw blijven. Zo, die rups schrok ervan. Een van de vele rupsen die je nu kan vinden op eik. En dit is een hele mooie. Kleine voorjaarsspanner is dit. Oh, en dit is een mooi rupsje, jongens. Dit is de rups van de voorjaarsbladroller. Dus het is een micro-rups. Die loopt ook gewoon tussen al die spanners hier op de boom rond. Het is een beauty. De voorjaarsbladroller. Mooi rupsje. Heel mooi rupsje. Dit is de najaarsspanner. Waarschijnlijk. Het kan ook nog de grote voorjaarsspanner zijn. En ik word eerlijk gezegd, ik word helemaal gek van die namen, zeg maar. Voorjaars, najaarsspanner, vlinder, gevlekte, gestreepte, Kijk nou wat er landt op mijn hand. En een speriamotje. Moet hij wel even poseren? Nee, hij draait mee. Oh god, oké. Zo dan. Kijk eens. Nou, dat is leuk dat je even op de film wilde, jochie. Ja. Nee, mijn vlog is nog niet zo populair. Het is pas de eerste aflevering. Ja. Nou, maar toch leuk. Ik bedoel, hè? Ja, joh. Eerste aflevering. Ook een primeur, hè? Kijk nou wat een leuk beestje dat is. De rupsjes leven in oud hout. En daarom ook vaak zie ze rond de houtstapels vliegen en dergelijke. Of als je ergens wat hout hebt neergelegd binnenshuis voor de open haard of zo, heb je ineens deze schitterende eindbaasjes door je huis vliegen. Wauw, kijk nog wat een mooi beest. Hey, leuk man, fijne dag verder. Doe je speerjamot. Hier ook allemaal bij elkaar. Dit is die kleine voorjaarsspanner. Hier heb je de grote wintervlinder. En hier zag ik, ja, kijk nou, dit is toch wel het zieligste wat je kan vinden, hoor jongens. Een eikenprocessierups.
In zijn eentje. Oh mijn god zeg. Nou, dat kan je geen processie noemen, hè, jongens. Meer een depressie. Dit is een eikendepressierups. Oh man. De groep zit helemaal aan de andere kant van de stam. Oh god, die vindt hij nooit meer terug. Nou jongens, aan de andere kant van de boom loopt een maatje van jullie rond. Die loopt allemaal in zijn eentje. Beter opletten, hè, volgende keer. Hè? Niet zomaar iemand achterlaten. Hè? Is niet leuk. Ik zag hem helemaal in zijn eentje lopen. Hè? Is niet leuk. Tussen de hei in Hilversum groeit een klein onopvallend plantje. Totdat hij gele bloemetjes gaat krijgen. En dan kan je hem nog wel spotten. Laag tussen de hei. Stekelbrem. Het lijkt ook heel erg op brem. De gewone brem. Mijn favoriete plant. Maar dan, je ziet dat de bloemen hetzelfde... dezelfde vorm hebben en dergelijke. En ze maken ook van die peeltjes uiteindelijk, zoals je ziet. Het is verder gewoon helemaal brem, maar miniatuur. En met enorme joekels van stekels eraan. Het doet ook pijn om vast te houden dit. Ah! En in deze periode van het jaar, ik ben eigenlijk een heel beetje laat misschien, kan je een kokermotje vinden op de stekelbrem. En met de fantastische creatieve naam Stekelbrem Kokermot. En daar zit hij. Dat is hem. Hij zit er niet zo bij, niet zo makkelijk bij voor de film. Maar kijk, hij is gemaakt van meerdere blaadjes. Zoals je ziet, misschien. Kijk, en hij zit vast aan dat witte blaadje daar, wat hij al heeft uitgehold. Mooi, mooi. Kijk, dat is een mooitje, hè? Weer maar van 5 blaadjes gemaakt deze, maar... Hij valt lekker op. Hij zit er mooi bij. Dit is hem dan. Deze grove den is toch wel de leukste boom op de Hoornenboegse hei. Want op deze boom vind ik gegarandeerd elk jaar de knopzakdrager. Zakdragers zijn een van mijn favoriete families van de microvlinders. En... Ik vond ze altijd op deze stam. Nog steeds wel. Maar nu weet ik dat de beste plek is eigenlijk niet de stam waar ik ze origineel ontdekt heb. Maar op de hangende takken hier aan de zijkant. Op deze bungelende takkies, daar zit heel veel van het groene korstmos wat de knopzakdrager eet. En... Ja, hier zitten ze allemaal. En echt, ze zijn best goed te vinden als je weet waar je naar zoekt. Ze zijn ontzettend goed gecamoufleerd. Dus het is niet, niet echt heel makkelijk. Maar ik zal eens even laten zien hoe ze eruit zien. Kijk, dit uitsteekseltje hier is er eentje. Je ziet alleen het silhouet nu even. Maar dat is hoe je ze vindt wel makkelijk hoor. Ik kijk tegen de lucht en dan draai ik steeds van mijn perspectief om gewoon die takjes af te speuren naar dit soort uitstekseltjes. En het is niet altijd raak. Hier zit er nog een. Dit is er nog een. Als je ze even aanraakt, dan weet je zeker of het er een is. Kijk, hij zit los, maar niet echt los. Als je begrijpt wat ik bedoel. Hij zit los, maar als je hem tikt, dan het rupsje, up, die pakt het gelijk weer terug. En dan weet je dat het een zakdragertje is. De rupsjes aan het lopen. Oh. Ha, ha, ha. Yes.
Ze hebben vaak aan het uiteinde een paar plukjes nog zitten, een beetje flair. Om ze nog meer te laten lijken op een of ander stukje plant. Het rupsje is pikzwart. Het is erg lastig te filmen wel hoor nu. Je ziet zijn kopje glimmen een beetje af en toe. Zie je? Maar goed, dit takje zit helemaal bomvol ermee. Dus dat is hartstikke leuk. Hier nog een mooi exemplaar. Hallo, hallo. Is het rupsje thuis? Even kijken. Hallo, rupsje. Vind je me vervelend? Ja, hè. Nou, dat is hem in volle glorie. De knopzakdrager. Master of camouflage. Boep. Boep. Leuk man. Hoe erg dat lijkt op een knopje ook, hè? Ik bedoel, dit is gewoon... The master of camouflage strikes again. Hier, twee op één takje. Hey jongens, jullie horen zeldzaam te zijn, wisten jullie dat? Hey, het wijmelt van jullie hier. Look at that. Look at that. Whip, whip, whip. That's one annoyed little caterpillar right now. It's a beaut. Als je een keer een larix vindt, waarvan alle pluimpjes op een of andere manier, om een of andere reden, alle uiteindes van de naaldjes helemaal door en uitgegeten zijn, dan komt dat door de larix-kokermot. Die kokermot, dat rupsje, die plaatst zichzelf op zo'n pluimpje als dit, als het nog jong is. En dan zit het nog helemaal bij elkaar in een kluitje. Dan gaat hij bovenop zitten en dan vreet hij al die naaldjes aan. En daarna klapt het ding uit en heeft hij een hele ring aan dorre uiteindes. Maar nu zitten de kokertjes er ook nog. En die zitten, ja, die zijn een beetje verstopt vaak in het midden zitten ze dan, van de pluimpjes. Dus, nou ja zeg, weigert gewoon even scherp te stellen. Kijk, gaan ze in het midden... Maar zo'n pluimpje zit er vaak. Hier zit er nog een. Je zou bijna denken dat het een manier is om zichzelf te camoufleren. Want het is hartstikke mooi uitgedacht eigenlijk. Dit zijn allemaal dorre uiteindjes. Maar daar in het midden. Dat ding. Dat is een kokermot. Oh, je ziet hem zelfs een beetje bewegen geloof ik. Nou, die zit nu daar aan dat naaldje te eten. Haha. Grappig. Onder op deze berg zit een mooi beestje, jongens. Ik zag hem zitten en ik dacht, yes. Kijk eens. De vlinder van de veelvraat. Een rups die veel gezien wordt op de hei. Hele dikke rups met zwarte haren. Die heel veel soorten dingen eet. Daarom heet het een veelvraat. En dit is een vrouwtje. Kijk, er zit nog een eitje aan haar achterwerk zelfs. Haha, wat wil je nog meer? Dat zijn me toch een mooie beesten dit, jongens. Schitterend. Gevonden in pijpenstro op de hei naast me. De houtskoolmot. Moet je kijken hoe mooi zwart dat ding is. Zo, dat is echt een plaatje zeg. Wat leuk. Zeldzame soort, die niet overal voorkomt. Maar hij is best makkelijk te vinden, want hij zit in pijpenstro en ja, dan valt hij toch behoorlijk op. Omdat hij zo pikzwart is.
Hartstikke mooi. Ik zet hem even terug in pijpenstro. Misschien kan ik nog een shotje maken hoe die er van nature bij zit. Kijk nou, zo vind je ze. Een zwart vlekje in de pijpenstro. Super schattig. Oh, wat mooi. Nou. De houtskoolmot. En dit is een van de rupsjes die op brem leeft. En enkel op brem. Die maken dit gaatje in de bloem. En hier ook. Dit was eerst één tunneltje, de knop in. En daarna is de bloem opengeklapt. En daardoor krijg je meerdere gaatjes. Hierin leeft het rupsje van het bremkwastje. Kijk, als je het bloemetje openklapt, dan heb je in het midden dit zitten. En hierin, tussen deze twee blaadjes, waar de stampertjes zitten en het stuifmeel en dergelijke. Daarin zit het rupsje van het bremkwastje. Kijk, je ziet hem al een beetje. Lastig met één hand, maar... In ieder geval, dat is hem. Een vrouwtje van de smaragd langsprietmot. De vrouwtjes kun je altijd nog wat langer vinden dan de mannetjes. De mannetjes die zijn nu op en vergaan. En hiernaast zit een blaasjes pistoolkokermot. Dat zijn ook schitterende dingen. Kokers die... bestaan uit allemaal soort belletjes. Schitterend hoe die rups dat weet te maken. En die zit op hetzelfde blaadje als een spoor van de eikenpurpermot. Heel veel blaadjes hebben dat spoortje erop. Hier zit een rups van de grote wintervlinder. Super algemeen, maar zo donker als dit heb ik hem nog nooit gezien hoor. Wauw zeg, dit is echt gaaf. Het ding is bijna zwart. Dit, dames en heren, is de rups van de najaarsboomspanner. Een zeldzame soort die lokaal best algemeen kan zijn. En hier in Hilversum is hij goed te vinden aan het eind van het jaar als vlinder. En dit is de rups. Schitterend. Kijk nou naar die kop. Zwart-wit met blauwe accenten. En ze zijn niet allemaal hetzelfde. Dus... Dit is gewoon toevallig een hele mooie. Kijk nou naar die kop. Wauw. Een plaatje. Naast die ene... Zit er gewoon nog eentje. Deze zat in dit blaadje dicht. Ik weet niet of hij dat zelf gedaan heeft. Want hiernaast zit een voorjaarsbladroller. In ook zo'n precies hetzelfde soort dichtgevouwen blaadje. Die half is opgegeten. Dus misschien heeft de rups gewoon gebruik gemaakt van een
een bladrolletje van een andere rups, maar dat weet ik niet. Weer zo'n schitterende kop. Op deze opgerolde unit zit een derde najaarsboomspanner. Yes. Iets minder blauw heeft deze. En hier onder dit blaadje zit nummer 4. Yes. Oh jee. Ja, deze heeft een sluipwesp eitje in zijn nek zitten. Dat is foute boel. Dus deze rups gaat het helaas niet overleven, dames en heren. Want dat is een doods vonnis, helaas. Allemaal heel dicht op elkaar. Dit is nummer 5. Hier zit nummer 6. Het licht is aan het weggaan en deze zit ook nog eens een keer diep in de eik. Maar nummer 6. En hierboven, ja, zoals ik al zei, ze zijn variabel. Dus dit zou de lichte versie kunnen zijn. Ik moet zeggen, die kop is namelijk wel apart. Kijk eens, mooi gecamoufleerd hier. Hier voor me, op dat eikenblaadje, zit een van de mooiste micromotjes van Nederland. De geisha. Het probleem is alleen dat deze motjes altijd heel goed opletten en wegvliegen als je dichterbij komt. Dus ik ga heel langzaam benaderen. Dan kunnen jullie zien hoe ontzettend... Hoe ontzettend mooi dit ding is. Kom maar op. Geef me een kans. Oh, wind. Oh ja, dat mag er nog bij komen. Kom op. Yes, kijk. Oh, wat mooi. Nou.
Wauw. Het is een mooi dingetje. Donkere rug. Oh, ik denk dat dit een kleine wintervlinderrups is. Maar die is gedoemd. Want dit is echt nachtmerriemateriaal. Deze slijpwespjes leggen eitjes in dit arme rupsje. En ja, die komen uit in zijn lichaam en die eten hem dan levend op van binnen. Oh my god. Kijk die klootzakken dan. Zo, dat was het weer. Als jullie dit zien, dan hebben jullie misschien wel een half uur lang gekeken van mijn filmpje. En dan ja, wil ik jullie bedanken. En hey, misschien als jullie het leuk vonden, willen jullie liken en subscriben. Dat helpt mijn kanaal. Heb ik begrepen. En ja, dan houdt YouTube je ook op de hoogte van mijn volgende filmpjes die uitkomen. Dus tot de volgende keer. Dag.